hebben dit georganiseerd om wat meer toelichting te geven over wat we allemaal doen op het vlak van natuur, water en ook recreatie. Gemeente Breda heeft natuurlijk een fantastisch mooie groene omgeving in het buitengebied. Maar je kent ook vele mooie groene en waterrijke plaatsen in de stedelijke omgeving. Daar zouden we bezoeken mooie kwaliteit. Die zou bijna ervan. Er zouden ook mensen van kunnen denken, we gaan achteroverleunen, want het ziet er allemaal fantastisch uit. Maar we hebben een hoog ambitieniveau om het nog verder te verbeteren. Meer groen in en om de stad te creëren. En ook de randvoorwaarden zo te maken dat mensen er ook sneller van gaan genieten. Meer recreatie, laten zien wat voor mooie plekken we ook hebben in en om onze stad. Komende jaren gaan we daar 2,5 miljoen euro extra in investeren. In een hele brede range aan projecten. Waar we er straks ook een aantal van zullen laten zien. Dat gaat van ecologische verbindingszones tot een nieuw fietspad creëren. Tot het echt ontwikkelen van nieuwe natuurgebieden of vergroten van natuurgebieden. Tot aan waterbergingsmogelijkheden, omdat we steeds grilligere weertypes krijgen, meer hemelwater te verduren hebben, maar ook meer waterafvoer hebben via de markt en de AFW-reis en allerlei andere waterlopen naar Breda toe. Dat is ook een item waarover ik afgelopen week in Parijs een workshop heb gegeven over de klimaatadaptiviteit van Breda, zoals het zo mooi heet. Hoe richten we de openbare ruimte zo in dat we het hoofd kunnen bieden aan grote hoeveelheden neerslag, bijvoorbeeld. Hoe richten we de stad zo in dat we niet te veel last krijgen van hittestress, zoals dat wordt genoemd. Dus steeds een hogere temperatuur in stedelijke omgeving. En dat zijn items die wereldwijd nu een thema zijn, maar waar Breda ook gezien de ligging ook wel extra mee te maken heeft, omdat we veel afvoer waterlopen hebben naar de stad toe. Het verval vrij hoog is vanaf de Belgische grens tot aan Breda. Zo'n 30 meter heb ik me laten vertellen vanaf Breda tot aan de zee. Dus ten noorden van Breda dat is het verval maar 1 meter. Dus als dat verder doorgaat, die grillige weertypes, en we doen er niks aan, dan creëert Breda wordt een soort badkuip voor al het regenwater in onze regio. En dat willen we voorkomen, dus we nemen allerlei maatregelen daarvoor. U was namens gemeente Breda afgelopen week in Parijs. Wat deed u daar precies? Ik heb daar samen met Huub Hieltjes, dagelijks bestuurslid van het waterschap, hebben we een gezamenlijke workshop gegeven over klimaatadaptatie, heet dat. En dat zijn eigenlijk alle maatregelen die je kan nemen om de klimaatverandering een beetje het hoofd te bieden in de openbare ruimte. En bijvoorbeeld ook in de regio door maatregelen te nemen in het buitengebied. En wat voegt Breda daar aan toe dan? Wat we in Breda hebben gedaan de afgelopen jaren is daar eigenlijk met een hele complete benadering naar kijken. Dus hele kleine maatregelen nemen, zoals andere bestratingsmiddelen. Niet meer alleen maar steen, maar bijvoorbeeld water doorlatend. Hemelwater afvoeren, dus zorgen dat regenwater in de bodem geïnfiltreerd raakt in plaats van heel snel weer afgevoerd wordt via het riool naar de singel, waardoor bij heel veel neerslag die singel veel te hoog staat. Maar ook maatregelen in het buitengebied door bijvoorbeeld de markt weer in de oude loop te leggen, te laten meanderen, waardoor die veel meer water kan hebben en niet zo snel de afvoer naar de stad plaatsvindt. Dus we hebben eigenlijk een hele diverse benadering. Ik noem nu maar een paar kleine voorbeeldjes, maar het zijn er nog veel meer. Om die klimaatverandering het hoofd te bieden. En dat hebben we daar mogen vertellen in Parijs. En dat was heel interessant. Maar ook nuttig, omdat we nadat we zelf de workshop hebben gegeven, ook een aantal andere workshops konden volgen, waardoor we ook weer nieuwe ideeën opdeden.